Wij komen vanavond in vrijheid om stil te staan bij hen die gevochten hebben voor onze vrijheid. Maar ook bij hen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De vrijheid die wij hier in Nederland kennen, is lang geen gemeengoed. Kijken wij werkloos toe als groepen worden gediscrimineerd, als groepen mensen worden vernederd, als ze worden uitgestoten? Want herdenken, wat we vandaag doen, is belangrijk, maar het is meer dan het in verdriet omzien naar het verleden. Herdenken is ook het heden beleven en herdenken is misschien nog wel meer naar de toekomst kijken, vooruitblikken. De les die wij leren uit de Tweede Wereldoorlog, dames en heren, is dat iedereen verantwoordelijk is voor vrijheid. De vrijheid om te geloven, de vrijheid om te spreken, de vrijheid om te zijn wie je bent. De Tweede Wereldoorlog, en datgene wat ons land en wat grote groepen van mensen in ons land is aangedaan, leert ons ook dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. We hebben zoveel geleerd en zoveel nieuwe mensen leren kennen. En het is goed om connecties op te doen met andere mensen. En om al deze mensen van onze leeftijd bewust te maken dat het niet altijd zo is geweest dat we in vrede leven. We hebben dan ook regelmatig nog contact met deze mensen. Ook het praten met veteranen was erg interessant om naar te luisteren. Het is erg goed dat ze deze dingen organiseren om ervoor te zorgen dat deze verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog herdacht wordt. Where was you to miss? But I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, there's no more use in running. Blij dat je in dit land mag leven. Sta en gaan waar je wil. En aan die andere kant een zeer groot, ongemakkelijk verschil. Politiek, geloof en bullshit. Nergens op slaat. Voordat je het weet, sta je recht op straat. Zonder dak, bed, keuken en je favoriete kussen. Zeg ik tegen die mensen met die oogkleppen op, niet kijken naar de situatie daar. Sta daar maar eens tussen. Hey, na, di, ding, dong, na, leng, na, leng, na, leng. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only. Was een gewaarschuwd. Dag meneer Van Brenk. Dirk Van Brenk. Dag Arjen Gerritsen. Van harte gefeliciteerd met uw 60-jarig jubileum. Daar bent u, moest al even rondkijken, mevrouw Van Brenk. Van harte geluk gewenst. En heel veel goede rezondejaren toen. Welkom. Ik heb de junior burgemeesters van Almelo meegebracht. Ja. Dit is Bente. Hoeveel heiden? Twee. Dank u. En dit is Anouk. Welkom. Oh, daar zijn we. Ja, er zijn er twee. We hebben twee junior burgemeesters. En, die zijn... en doen ze goed werk? Ja, absoluut. Ja. Ja. We hebben, ze zijn bij de nieuwjaarsreceptie zijn jullie bij geweest. Morgen met de dodenherdenking gaan ze mee. En ja, ze staan een beetje anderhalf, twee jaar lang in de picture. Hè. Dat zijn de jeugdburgemeesters van de stad. Ja. En daar zijn we heel trots op. En ze vonden het heel erg leuk om mee te gaan. Ja, wat doet nou zo'n burgemeester de hele dag? Nou, onder andere 60-jarige echtparen bezoeken. Oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom and hoping we'll meet again. Ja, daar komen de sappige verhalen. Op de dansvloer.
Café Maartveld. Liefde op het eerste gezicht? Ja, zo kun je het wel zeggen. Ja. We vonden elkaar leuk. En de meest gestelde vragen, wat is het geheim van een goed huwelijk? Je mag niet vertellen. Oh, dat is ook wel mooi. Ja, het is geven en nemen. Soms een beetje meer geven dan nemen. Daar kom je wel heel ver mee. Maar verder, ja, prima. Van deze bijeenkomst. Dan geef ik nu het woord aan de heer Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo. Het doet mij heel erg veel deugd en ik denk u allemaal, ons allemaal, dat we ook dit jaar met zoveel mensen hier op het wethouder van Dronkelaarplein bij elkaar zijn gekomen. Dames en heren, de meeste slachtoffers die wij hier vandaag herdenken zijn niet omgekomen in de strijd. De meeste doden die wij herdenken, de meeste Almeloers die wij hier herdenken, zijn vermoord om wie ze waren. Het waren Joden. Zoals ambtenaar David Herman Lindeman, leraar aan de gemeentelijke ULO. De heer Lindeman werd in 1940 ontslagen vanwege zijn Joodse afkomst. Op 11 juni 1943 is David Herman Lindeman in Sobibor vermoord. Hij werd 40 jaar oud. Zijn vrouw Alida en hun zoontje Frank stierven op dezelfde dag in de gaskamers van Sobibor. Alida werd 36 en de kleine Frank werd maar 7. Nederlandse Israëlitische gemeenschap Twente.
Ja, kijk. Nou, goedenavond. Allereerst is 50 jaar op zichzelf helemaal geen verdienste, want als je maar doorleeft en lid blijft, dan kom je er vanzelf. Ja. 1970 tot 1980, dus dat is een hele tijd geleden alweer. Met hoeveel personen zat u toen met de PvdA in de raad? Nou, op een gegeven ogenblik met 17. Maar dat was niet alleen Partij van de Arbeid, dat was PAK. Dat was een combinatie van Partij van de Arbeid, PSP, D66 en PPR. Dat was voor 4 jaar toen. Dat was in die tijd van allerlei vernieuwingen. Maar 17 mensen, dat is heel wat anders dan 2 nu. Ja, dat is zo, helaas. Helaas is dat zo. Ik kan het niet ontkennen. Politiek was minder hard, denk ik. Het werk was minder ingewikkeld. Maar de raad was veel minder verdeeld. Er waren 5 partijen in de raad en dat was het. En dus dat maakte ook dat je veel overzichtelijker en veel concreter met elkaar kon werken. Hoewel het heel democratisch lijkt, al die kleine splinterpartijtjes, denk ik dat het niet de democratie ten goede komt. En bovendien vind ik ook dat mensen die zich afsplitsen van een partij, vind ik echt principieel, die horen die zetel terug te geven en uit de raad te gaan. Dat gaat er alleen om als ze met voorkeursstemmen in de raad gekomen zijn. Dan geldt dat. Dan zijn ze zelf persoonlijk gekozen. Anders zijn ze op het programma van de partij gekozen. Maar u zou liever zien dat als iemand het weg wil, dat hij dan maar weg moet gaan en uit de politiek. Ja, of proberen op eigen kracht later weer terug te komen. Maar ik vind het zetelroof. Ja. Maar ik denk dat een raadslid in elk geval heel veel meer tijd erin moet stoppen. Voor mij was het ook toen de tijd een hele baan. Maar dat kwam ook omdat ik mijn geld er niet mee hoefde te verdienen. Dus alles wat extra was, dat nam ik op me. Opdat mijn fractiegenoten daar geen vrij voor hoefden te nemen. Dus ik had er een volledige baan, maar heb het ook niet langer dan 10 jaar volgehouden. En ik heb grote bewondering voor de mensen die dit doen naast een baan. Kuipers, kampioen van de 4e klasse D. Wat doet dat met jou als trainer? Ja, dit is mooi. Ja, dit is mooi voor mij. Maar veel belangrijker, dit is mooi voor ASV. Ik bedoel, die hebben hier 45 jaar op gewacht. En dat is gewoon fantastisch. En dat zie je aan de ontlading naast het veld en in het veld. Je begint dan zo'n seizoen. En dan denk je van, nou, kijken waar is de schip strandt. Ja, wat ik al eerder heb gezegd, we beginnen met 10 nieuwe jongens. Dus voor mij was de eerste belangrijk van, hoe kunnen we zo snel mogelijk een team ervan krijgen? En ik denk dat we dat, redelijk snel voor elkaar gekregen hebben. In het begin van de competitie zag je nog dat het wat wisselvallig was. Maar ja, als je sinds 16 oktober niet meer verliest, ja, dan denk ik gewoon dat je de terechte kampioen bent. Ja, je blijft maar winnen en je blijft maar winnen en het gaat helemaal niet meer mis. Nee, maar dat zei ik. We zijn in een hele korte tijd hebben we een team gevormd. En in een hele korte tijd heeft dat geresulteerd in resultaat. Dames en heren. Resultaat, en dat betekent dus volgend jaar 3e klasse. Maar jij bent er niet bij. Nee, ik heb een keuze gemaakt om een andere vereniging te zoeken. Maar goed, dit is mooi voor ASV en die gaan lekker naar de 3e klasse en dat is mooi.
derde klasse, ook fijn. Maar voor ASV is dit natuurlijk na 45 jaar een fantastisch evenement. Ja, uiteraard. Bedoel, je ziet het ook aan iedereen. Je ziet de ontlading. Je hoort het nou, hè, de voorzitter die praat. Twee weken geleden op hetzelfde moment tegen Achilles gespeeld. Ja, het valt allemaal gewoon aan de goede kant wat dat soort dingen qua data betreft. Maar ik denk gewoon dat we over het algemeen het hele seizoen gezien gewoon de terechte kampioen zijn. Heb jij deze wedstrijd wel eens met aan elkaar geknepen billen gezeten? Nee, eigenlijk niet. We komen wel met 1-0 achter door een penalty. Maar ik vond ook vanaf dat moment waren wij gewoon de bovenliggende partij. En tuurlijk ben je afhankelijk van de doelpunten die we maken. En tuurlijk duurde dat een beetje lang. Maar om nou te zeggen dat ik echt met samengeknepen billen heb gezeten, nee, dat denk ik niet. Nee. Maar met andere woorden, feest vandaag in Aardorp. Daar ga ik wel vanuit dat het feest in Aardorp is vandaag. Ja. Heel veel plezier. Dankjewel. ASV na 45 jaar weer kampioen. Topprestatie. Moet ook zeggen, volkomen verdiend. Als ik kijk naar het hele jaar. Eerste periode, krab aan Achilles. Tweede periode, duidelijk. Goede afstand tot de rest. Moet zeggen, vrij veel grote overwinningen. Betekent wel dat je dit goed hebt afgemaakt vandaag. Eventjes meer schakelig. Niet te veel in elkaar douwen. Ik wens jullie volgend jaar heel veel succes. Maar dat betekent wel een tandje extra, want daar ligt het tempo beduidend hoger. Ik heb voor jullie allemaal een prachtige kampioensmedaille. Ik ga er lekker van genieten. Ik had ook een bos bloemen mee kunnen nemen. Maar dan kan ik beter brandnetels meenemen, want er blijft vanavond niks van over. Jongens, van harte gefeliciteerd. Als je even één voor één langskomt, dan kan ik jullie lekker voorzien van. Kampioenen! 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 Dankjewel dat jullie goede sier voor aarde al maken jullie, denk ik dat. Natuurlijk, zei ik tegen Gerard, wil ik een film maken over die bankoverval. Ik ken het verhaal ook, omdat het verhaal ook in Katoen en Nu zat. In die voorstelling over de geschiedenis van Almelo. En toen heb ik ook een soort proloog gemaakt voor de voorstelling Almelo Mijn Stad. En daar zat die bankoverval. Hoe komt het dat jullie betrokken zijn bij de grootste bankroof aller tijden? Het Stadsmuseum Almelo is gevraagd om de informatie te verzamelen van alle mensen die enigszins bij die bankroof betrokken waren. Tenminste de familieleden, de nabestaanden, vrienden, bekenden, buren. Er zijn allerlei berichten geplaatst op social media, er zijn berichten geplaatst in de krant. En daarop hebben mensen gereageerd. En zodoende, die berichten kwamen ook via Almelo Promotie, maar ook bij ons terecht, maar ook gewoon via het museum. En die zijn wij dan nagetrokken. En die mensen hebben gevraagd om te interviewen. We hebben dus heel wat mensen gezien, ook die hier vandaag aanwezig waren. Soms was het heel ontroerend. Sommige mensen vonden het duidelijk heel moeilijk. Anderen waren eigenlijk opgelucht dat ze er nogmaals een keer over konden spreken. Maar uiteindelijk kwamen echt de verhalen naar voren. En dat was Gerard Cornelissen en deze hele crew ook naar op zoek. De verhalen van de mensen, niet alleen het pure feit van de bankroof, dat is snel verteld. Maar wat zit daaromheen? Wat dachten die mensen? Hoe ging dat dan? Wat bleef er in die gezinnen over? Wat was de stress, de angst, de paniek? Ja, die dingen die mensen beleefden. De menselijke maat eigenlijk. Hoe was dat voor jullie om te doen? Het was heel leuk. Het was ook heel goed werk. Het was heel dankbaar werk. Maar ik kan niet ontkennen dat ik ook net ook weer bij het zien van die documentaire ongelooflijk ontroerd raak. Ik vond het soms een beetje zwaar, omdat je toch met de diepste gedachten, met het intiemste van mensen, met hun moeite in aanraking komt. Als vreemde, toch betrekkelijk vreemde dan, voor die mensen. Ja. Als je niet bukt, dan beun een held. Dat is wat ik nu doe. Dit verhaal dat moet verteld. Thank you.
bijzetten. Sorteer met zout erin. Gaat in water koken. Een beetje water en zout erbij. Dan wordt het beter. Sideways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Either way, I'm away. Oopsie, oopsie, little much love. Dames, het was geweldig. Mooie dans. Mooi gezongen, perfect. Ook nog Engels. Ja, voor mij is het gewoon een dikke teamwaard. Het leukste van zo'n dag is henna laten zetten. Waar komt henna vandaan? Ja, met Sudan. Hij is die henna voor feest, voor kermis. Look voor kinderen. Oké, wacht. Maak nog een tekening. Ja, nog een nieuwe. Pak hem vast. Gooi hem naar het boek. Auw. En dan gaan we, hè. 3, 2, 1. En flits. Ik zag een heleboel flitsen. Ja. Dus nou moet het goed gaan, toch? Ja. Nu is denk ik gelukt. Dan ga ik kijken, hè. Daar komt hij. En... wauw. Zag jullie dat? Wow. Gedaan, hoor. Wauw. Wil... wat een mooie. Hé, hey, jullie mogen niks zeggen, hè. We moeten echt naartoe. Waar ging die voet naartoe? Hierheen? We gaan kijken. We gaan zoeken. 1, 2, 3. Ja, gelukt. Gelukt. Ja. Nee. We gaan even van de tweede jongens. Nee, daar is helemaal niks. Wat is er nou? Focus, Pilatus, pas. 1, hocus pocus Pilatus, pas! Ja, volgens mij... staat weer die wasbeer! Nou, je doet je linkerarm in, je linkerarm uit, in, uit, in, uit. Draaien, hè? Draaien, hoor. Hoppie, hè? De gaten gaat zo, hè? Hoppie. Ho. En nog een keer, hè? En nog eens. En dan goed. Knie, duik. En draaien. Mag meedoen, ik zie dat u wil. Oh, en? Je doet je linkerbeen uit, je linkerbeen uit, uit, in, uit, in, uit. Thank you.
Ineke. Het is voor een goed doel, de benefietconcert. Waar is het precies voor? Het is voor Caleb House. Dat is een weeshuis op Ambon, de Molukken, in het oosten van Indonesië. Ik ben daar als vrijwilligster sinds 8 jaar. Ik ben in 2010 ben ik daar voor het eerst geweest. En ik geef daar Engels. Ik blijf er alleen maar 6 of 7 weken. Want ik werk op een school, dus dan heb je niet zo lang vakantie. En Hans is, en zijn broer zijn de organisatoren van dit benefietconcert. Okay. Hans, wie komen er allemaal? Dat is Enjoy, Move On, Because, SRB Band. Dan heb je een Eagles tribute en een Santana tribute. Ineke, nog even over dat weeshuis. Het heet Caleb House. De naam Caleb, dat komt ergens vandaan, hè? Ja, Caleb House of Caleb House is van een Amerikaanse jongen die was overleden. En hebben de ouders de gelden van hem geschonken aan de mensen van Caleb House. En die hebben het dus te huis genoemd naar hem. En je vroeg al eerder van, wat ga je er met de gelden doen? Nou, ik neem het mee. En dan in combinatie en overleg met de coördinatrice wordt er gekeken wat nodig is. Hans, 6 bands geloof ik in totaal. Spelen ze allemaal dezelfde stijlen of zijn het allemaal heel verschillend? Ja, als je al zegt van de Eagles en het Santana Tierband is al een verschil van dag en dag. Maar uiteraard zijn we vanaf de jaren 60 tot met heren. Dus er is een grote variëteit aan muziek en voor muziekliefhebbers, neem ik aan. Voor elk wat wils. Iedereen moet dan maar 13 mei aanstaande zaterdag naar Studio 15 aan de Koolhofsingel in Almelo.